Peertube, what up? Met dank aan Van Erp Dranken is het weer eens tijd voor een bier van Volkingebrew. En wel chapter nummer 15, een double dry hopped New England IPA. Je weet wat ik zeg, IPA's zijn misschien wel een van mijn lievelingsstijlen, maar om ze te differentiëren en al helemaal om ze te reviewen, vind ik toch altijd verdraaid lastig. Wat we wel kunnen doen is het natuurlijk gewoon proberen. En in ieder geval een oordeel vellen of het wel of niet te hakkelen is. En daarna zien we wel weer verder. Hij schenkt mooi hazy uit. Licht gelig van kleur. Iets wat gesatureerd is, niet dat bitter lemonachtige. Mooie schuim krijgt, ook absoluut niet geprobeerd om hem bescheiden te houden. Fijne presentatie. Laten we naar de neus gaan. En dit is wel weer een fruitbommetje. Mooie tropische tonen. Intense snoepzoetigheid. Dus ik verdenk wel van die intens sappige fruitaccenten als bijvoorbeeld een passievrucht. Ja, op de neus nodigt deze wel weer uit om hem te gaan proeven. Hij is knijtervers, dus of die hoppigheid in de harsigheid doorslaat, dat gaan we meemaken. Ergens heb ik daar wel zin in, dus hoop ik dat stiekem wel. De bieren van Volkingebrew zijn voor mij een beetje een hit or miss. Hoewel, eigenlijk is het altijd goed, maar ook weer niet dusdanig uiteenlopend dat ik wel eens denk van, en ik heb er een paar tussen gehad. Die een hele rare vibe over de heen hadden. Waardoor ik ze eigenlijk zelf niet per se heel vaak koop. Maar ik blijf er wel altijd nieuwsgierig naar. En zo'n 15e iteratie zou je toch altijd denken dat ze in ieder geval extra hun best hebben gedaan. Of niet. Laten we hem ook gewoon gaan proeven. De chapter 15. Nummer 15 ga ik dan gemakshalve vanuit. Of dat alleen de single brews is of met de collabs erbij, dat durf ik niet te zeggen. 8% aan alcohol, double dry hopped New England IPA. En Van Erp Dranken, Dutch Bearded, hartstikke bedankt. Proost. En hij heeft zeker nog een beetje die harsige, scherpe bitterheid. Ik zou dat harsig ook niet per se een hopbitter willen noemen. Het is een eigenzinnige bitter. Het is geen prikkelende bitter, maar een beetje een straffe bitter. Maar die was ik aan het zoeken, dus daarom trap ik daarmee af. Het bier zelf. Je merkt dat die dry hopped is. Ik vind het fijn. Ik geniet daarvan. Maar het penetratieve met zo'n dry-up kan dus zijn dat de neus vele malen fruitiger, verfijnder, zachter is. En in dit geval ook zeker zoeter dan dat de slok dat is. In de slok heb je dan duidelijk nog dat gepassiveerde, hoe heet dat? Dat intense, zo heet dat joh. Als je van die als je ranja aandenkt en je gooit er te veel siroop in, als je denkt van dat overdadige, oververzadigde. En die fruitigheid heeft het in zich. Maar dat echt tropische, zachte karakter, dat is wat minder. Voor mij misschien iets te weinig voor een New England IPA. Die vind ik over het algemeen wat fruitiger. Ik denk dat deze, als je hem wat fruitiger wil hebben, laat hem gewoon. Hij is nu knijtervers, voor mij nog geen week oud. Maar laat hem dan eens gewoon een maandje, anderhalf staan. Er is echt een tweestrijd gaande. En dat scheelt van brouwerij tot brouwerij, maar ook van brouwsel tot brouwsel. En het ene bier, ik bedoel, ik ben een voorstander van drink je IPA zo vers mogelijk. Maar het enige bier is daadwerkelijk ook het mega lekker, als die zo vers mogelijk is.
Maar sommige bieren hebben het gewoon even nodig om te settelen, om echt die ruwe randjes eraf te halen. Er zijn zelfs, volgens mij, vooraanstaande IPA-brouwerijen die hun IPA, ondanks dat ze hem force carbonaten, toch pas na een jaar, of na een jaar of zo, dat zou heel even zijn, maar na een maand op shelf zetten, omdat die gewoon te groen is, zeg maar. En deze denk ik niet dat die te groen is, en voor mij is het een verfijnde smaakbeleving. Maar hij had iets fruitiger gemogen. Maar dit is wel weer dat ik denk van ja, die IPA's van Fucking Brew, die zijn zo gek nog niet. Ja, dat is natuurlijk ook geen verrassing. Ik heb er nog een staan, eveneens met dank aan Van Lerp. De naam is even ontschoten, maar dit is in ieder geval een collab met Blech Brut en Atelier iets. Ik dacht eigenlijk dat het alleen een collab met Blech Brut was, maar ik zag net in de koeken dat er nog een logootje op stond. Voor deze chapter 15 ga ik het daar in ieder geval gewoon belaten. Hij is wel fruitig. Hij is fijner om aan te snuffelen. Hij heeft een mooie scherpe bitterheid over zich heen hangen. Die voor mij het geheel net wat eleveert. Dus wat dat betreft een prima brouwsel. En ik ga er dan ook zeker nog even van genieten. Voor nu zou ik zeggen Van Erp hartstikke bedankt. En tegen jullie zeg ik Ayato. Bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.